Ik doe dit bedrijf samen met nog twee broers meer, dus we zijn met z'n drieën. Ik ben de middelste van de drie J's. Met name het loonwerk, grondverzet en mesthandel. Deze stal is in tweede gedeelte gebouwd. Allereerst helemaal opnieuw in 2012. Voor 250 melkkoeien met vier robots. En daarnaast is er begin 2018 is die uitgebreid met 130 melkkoeien. Met twee robots, dus in totaal zes robots. Bijzonder aan mijn eigen stal dat het compact is, kun je met weinig arbeid veel melk produceren. Mijn oudste broer Jan die zit op een andere locatie, hier een paar kilometer vandaan. Er zitten vier melkrobots en er zit op het moment een goede 200 koeien. De productie op dit bedrijf is een dagproductie tussen de 6 en 37 liter per koe. Om koeien te doen met personeel vonden wij een mindere keuze. Omdat je toch afhankelijk bent van personeel waar ziek kan worden en vakantie hebben. En om dan zo'n club koeien te kunnen melken, ja, vonden wij het automatisch melken het beste geschikte systeem. Vandaag komt Lely de koeien onthullen. Ze worden de rode koe aangeboden omdat wij het derde bedrijf in Nederland zijn die wij met meer dan 8 robots melken. De DairyXL is eigenlijk opgericht voor de wat grotere bedrijven wereldwijd. De DairyXL is eigenlijk opgericht om mensen, technologie en dieren samen te brengen en uiteindelijk hun ervaringen met het management op de wat grotere bedrijven dat met elkaar te delen en daar samen beter en sterker van te worden. En wat je vooral ook ziet op dit moment is dat zeker de grotere bedrijven die misschien op een andere manier melken, maar dat die wel zeker wel interesse hebben op het moment dat ze omschakelen. En dat heeft ook vaak te maken met uiteindelijk de resultaten die je kunt halen op het bedrijf en zeker ook met arbeid. En de koeien die genetisch toch wel een behoorlijke stap gemaakt hebben op de laatste 10 tot 20 jaar, ja, die vragen eigenlijk erom, zeker een verse koe, om eens een keer vaker gemolken te worden. En dan heel vaak is 3 eigenlijk ook nog niet voldoende. Maar dan zie je ook dat er 4-5 keer melken bij de koeien die net vers zijn, dat dat eigenlijk toch wel een wens is. En daar kan natuurlijk een robot heel makkelijk in voorzien. Je wilt een goede koe fokken, die wel veel melk kan geven. Goede voer winnen, dat je veel melk kan geven. En als je hem dan 2 keer per dag melkt, dat is niet meer van deze tijd, vonden wij. En 3 keer per dag koeien melken zelf, ja, dan vraag nog meer van jezelf. Wij hebben hier uit kunnen breiden omdat het nog mogelijk was om hier op deze locatie uit te breiden. Maar we moesten dus wel aan de ammoniakverplichtingen voldoen. En daar voldeed een W4 van HC-vloer aan. Dus een dichte vloer. En daarnaast is deze stal geautomatiseerd met mestrobots. Hier lopen dan ook de Juno's, dus de voer- en schuifsysteem. Wordt daar gelijkmatig aangeschoven. Het laatste nieuwe gedeelte van de stal is uitgevoerd met waterbed. De bestaande stal, die dus in 2012 gebouwd is, hebben we gekozen voor diepstrooiselboxen. Diepstrooiselboxen is een perfect systeem. Alleen het is meer arbeidsintensief. En dan denk je, ja, waarom moet ik dan weer diepstrooisel kiezen als het met waterbedden ook kan? Nou, en nou hebben we dus een kleine 1,5 jaar ervaring mee met die waterbedden en het bevalt super. En dan zie je toch wel, als je het goed voor elkaar hebt, dat je niet zo heel veel meer arbeid nodig hebt om meer koeien te maken. Alleen daar moet wel een stuk automatisering achter zitten. En als de koeien gezond zijn en de klauwgezondheid van de koeien is dus ook goed, dan komen die koeien goed naar de robots toe. Dus dan is een melkrobot een heel goed instrument om met zo weinig arbeid zoveel mogelijk koeien te melken.